Carla Boetius-Gelderop is vandaag officieel aangesteld als waarnemend manager van ATV. Ze neemt het roer over van Romano Daulat, die de afgelopen 2 jaren de scepter zwaaide bij het televisiestation. Boetius, die 25 jaar verbonden is aan ATV, ziet haar nieuwe functie als een grote uitdaging. Als ATV'er wil ze in haar nieuwe functie samen met haar collega's het tv-station dat deel uitmaakt van Telesuur naar grotere hoogten tillen. Waar het om gaat is, er is een ATV'er die nu de uitdaging mag aangaan om leiding te geven aan het station. Dus het zal sowieso zo iets zijn dat we het samen gaan doen. Samen met de ATV'ers gaan we ervoor om dit station tot een mooie te maken. Ik moet zeggen dat mijn voorganger, de heer Romano Daulat, zijn best had gedaan. Hij heeft al een paar stappen gezet, aan ons ligt het, om in zijn voetsporen verder te gaan en ATV naar grotere hoogte te brengen. ATV'ers, het enige wat ik kan zeggen, we gaan er samen voor. Want ieder die bekend is met ATV weet dat we hier als één grote familie opereren. En dat is de bedoeling. Zo gaan we blijven, één familie. En u weet hoe het toegaat bij familie. Ze zeggen familie kijven, familie blijven. Dus samen gaan we ervoor. Dat was Carla Boetius als laatst. En daarvoor zag u ook voormalig manager van ATV. Hij zegt dat deze functie geen politieke functie is, wat vaak genoeg gezegd wordt. Hij wijst erop dat hij op basis van zijn ervaring als brandmanager terechtkwam bij ATV. Nadat ik filiaalmanager ben geweest in Ikeri 3,5 jaar lang, heb ik gesolliciteerd. Ik ben toen manager business innovation geworden. En vervolgens heeft de directie ook een beroep op me gedaan om hier te versterken. Maar vanwege mijn ervaring ook als manager business innovation is gevraagd. Zeker omdat we bij ATV bezig zijn met een verandertraject. Om een bijdrage hier te leveren. Om een aantal vernieuwingen ook nog door te voeren. Zo ben ik op deze post beland. In feite heeft ieder zijn politieke voorkeur. En dat mag en dat zou ook moeten kunnen. Echter heeft dit in mijn geval is dat niet zo geweest. Zover Romano Daulat, voormalig manager van ATV. Hij heeft vandaag officieel het roer bij ATV overgedragen aan zijn opvolger Carla Boetius. Hij benadrukt dat ATV een mooie toekomst tegemoet gaat.